Daar horen de pintje bij, hè? Te veel zouten. Veel te veel. Doe maar toch, ja. The changes are taking over. Eigenlijk echt niet te eten. Hey, ik ben Ryan en welkom bij de nieuwe aflevering van Opkamp, de eerste online show van Project Wolf. Waar kunnen we die beter opnemen dan het centrum van Mechelen? En als ik bedoel het centrum van Mechelen, dan bedoel ik echt het centrum van Mechelen. Van op deze kampplaats stuur ik het stuntteam op pad om gekke shit uit te halen. Ons zomertje die komt met een nieuwe portie bij zijn raad. En er komt ook een nieuwe, verse, jonge artiest langs. Laten we eraan beginnen. Let's fucking go. Met het stuntteam trekken we iedere week op stap om gekke shit uit te halen. En deze keer kon ik rekenen op mijn bevallige assistent Stef. Stef is 22 jaar, studeert aan Thomas More en je herkent hem ook nog wel van de vorige video van het stuntteam. Deze aflevering checkt hij of dat de mensen in Mechelen wel eerlijk zijn. Ik zou zeggen, kijk maar mee. Hey, ik ben Stef van het stuntteam van Project Wolf en vandaag staan we hier op de Grote Markt in Mechelen. En we gaan heerlijke cakes en muffins verkopen aan de toevallige voorbijgangers. Nu, wat de mensen niet weten, is dat die cake niet zo heel heerlijk is. Er zit namelijk een klein beetje zout in. Hopelijk hebben de mensen het niet door. Morgen, had u graag een stukje cake of muffin gehad? Bit too salty? Ja. Ai. For my taste. Mogen wij eens proeven of het? Ja, tuurlijk. Nee, maar gratis cake, gratis muffins. Ik vind hem deze persoonlijk te zout. Te zout? Veel te veel zout. Veel te veel? Veel te veel zout. Hey, dat is niet de bedoeling. Ja, ik kan die proef daarna zelf. Ja, ik kan het proeven, want ik heb dat daar. Dat is zo. Ik vind het wel lekker. Lekker? Why the fuck you lying? Het is wel echt te zout. Is iets te zout? Ja, een beetje te zout. Mag ik dat weggooien? Ja, mag je weggooien. Mag je wegdoen? Ja, mag je dat wegdoen? Oh, daarvoor liet het. Het liefde gebakken. Lekker? Citroen, ja. Dat is het geheime ingrediënt inderdaad dat we hebben gebruikt. Goed, ik denk wel dat we de mensen genoeg hebben beetgenomen hier op de Grote Markt in Mechelen. Er zijn nog een paar muffins en cakes over, maar het is wel genoeg geweest. Ja, Stef, ik was blij dat ik niet een van die proevers was, want ik weet niet of ik echt heel eerlijk zou geweest zijn tegen u. Ik heb zelf ook geproefd en was eigenlijk echt niet te eten. Er waren een paar die oprecht vonden dat het heel lekker was. Ja. Dat is ook wel speciaal. Ja, ik denk gewoon, moesten wij een keer een verjaardagsfeestje doen of zo, dan ga jij de hapjes niet doen. Ja. Maar merci om te komen, Stef. Dat is heel graag gedaan. Ciao. Ladies and gentlemen, ons zomertje is er terug bij. Hoe ga je eigenlijk om met sociale media? Zijn jij actief op sociale media, Facebook of ook Instagram? Zit je al op TikTok bijvoorbeeld? Op TikTok zit ik niet, maar ik zit wel op veel andere dingen en dikwijls veel te lang. Ja? Ik zou durven zeggen dat ik aan sommige zaken dikwijls een beetje verslaafd ben. Ja. Ja. Tot ongenoegen van sommige mensen. Ja. Kunnen we stellen dat uw alcoholverbruik, sinds dat jij op pensioen bent, enorm gestegen is? Nee. Want elke keer als ik aan uw deur sta, dan zit jij op de lappen. Ik ben graag op de lappen, want ik ontmoet graag mensen. En inderdaad, daar hoort de pintje bij. Hè? Ja. Maar nooit overdreven natuurlijk. Ja. Hè? Is dat misschien ook wel een goede levensles om ook met sociale media en zo niet te overdrijven? Ja, dat zou eigenlijk een goede levensles zijn. En vooral denk ik ook voor de jeugd. Maar ja, ik hoor absoluut niet meer bij de jeugd. Maar ja, dat is nu eenmaal de tijd. En ik denk dat daar nog weinig aan te veranderen is. Ja. Maar je zou je kunnen zelf een regel opleggen van kijk, als ik een uitstap doe, dan neem ik mijn tablet of zo niet mee. Merci om langs te komen. Dat is graag gedaan, Ryan. We zullen nog even zwaaien naar de kijkers. Hè? Elke aflevering zetten we iemand in de bloemetjes die zich achter de schermen extra hard inzet voor Wolf. En deze video is dat Amber Pelgrims. Maar echt waar, je had het daar straks al gezegd. Zo van, het gaat iemand anders worden. En ik had al een voorgevoel. Doe het toch, ja. Amber, de bloemetjes voor jou. Merci. Amber, vertel eens, hoe lang zit je al bij Wolf en wat doet je eigenlijk bij Wolf? Een heel moeilijke vraag, vind ik. Want ik doe een beetje van alles. Ik denk de laatste tijd iets meer productioneel. Wat dingen leiden, de ploegjes wat aansturen, wat nieuwe wolfjes helpen ook en zo. Altijd wel heel fijn. Amber, ik wil je vanuit alle wolven
echt super hard bedanken. Ik wil ook echt benadrukken, je bent zo veelzijdig. Je kunt het wordt hier echt ongemakkelijk. Je kunt merci, echt merci. Alles. Dus dat is echt wel een talent, dat je dat allemaal kunt. En ook super dikke merci wat dat je ons allemaal bijleert. Merci. Dikke merci van ons allemaal. Worden, we love Amber. In onze muziekrubriek zet ik elke aflevering een veelbelovende jonge artiest in de kijker. En vandaag bij ons Luca. Hallo. Luca, je zingt niet alleen, je schrijft je muziek ook zelf. Ja, klopt. Hoe ben je daarmee begonnen? Sinds 2 jaar nu denk ik dat ik muziek schrijf. En dat is begonnen sinds 2013. Is mijn papa uit het leven gestapt. En ik had zo nog geen manier gevonden om dat echt zo op een plaats te geven. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk mijn gevoelens beginnen opschrijven op papier. Als een gedichtje eerst. Mm-hmm. En dan een beetje melodie erbij gezet. En dan uiteindelijk tot een liedje tot stand gekomen. Je hebt al verschillende nummers geschreven. Ja. Hoe zou je stijl omschrijven? Ja, rustig, maar ik denk dat ik in de toekomst wel wat meer up-tempo nummers wil schrijven. Okay. Ja. Straks gaan we kijken naar uw performance van Tears and Memories. Over wat gaat de song? Dat nummer gaat eigenlijk over... Ik ben nu 18 jaar, dus ik zit in mijn eerste jaar hoger onderwijs. En dat gaat eigenlijk over dat je een beetje een hoofdstuk afsluit en een nieuw hoofdstuk begint, maar je toch wel jammer vindt, omdat ik nog niet echt klaar ben met dat vorige hoofdstuk. Ja, ja. Dus ja, herinneringen, een beetje wenen. Oké. Okay. Luca, merci voor het gesprek. Ja, dankjewel. We gaan samen eens kijken naar Luca met Tears and Memories. Do you remember the things we used to do when we were young? We were young. Remind me never to forget these pretty moments, pretty moments. And I cry, don't know why. I'm terrified it won't be the way I like. They say it'll be alright, but changes are taking over, and I don't know if that's good. Time's flying like a fire, like a flame burns in the wood. Changes are taking over, it is now reality. Changes are taking over, I cry tears. But changes are taking over, and I don't know if that's good. Time's flying like a fire, like a flame burns in the wood. Deze video van Opkamp zit erop. Merci aan Project Wolf, merci aan iedereen. Ik was Ryan Joostens. Bye bye. Woehoe.